Hey, en jullie kijken naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik was eigenlijk van plan om nu richting naar beneden te gaan, maar het regent. En als ik mijn buienalarm app moet geloven, is het over een half uurtje droog. Dus ik dacht, dan ga ik over een half uurtje. En dan weet ik een heel leuk klusje om in dat half uur te gaan doen. Namelijk mijn parfum opruimen. Ik heb eigenlijk hier bovenop 3 van mijn meest gedragen parfums. En dan heb ik hier zo onderin een lade met daarin eigenlijk allemaal van die goedkope parfums die ik vroeger kocht van de Action, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik dacht, laten we het gewoon lekker gaan opruimen. Misschien wel leuk voor jullie te zien. Ook al heb ik echt bizar veel opruimvideo's de laatste tijd. Maar als je geen zin hebt om te kijken, dan spoel je maar gewoon lekker door. Alright, mijn meest gedragen parfummetje zit dus in het bakje bovenop. Dat zijn Alien van Cherry Mugler. Lady Gaga Fame, niet meer verkrijgbaar voor de vraag naar krijg. En Replay Signature. Dus die staan bovenin. En dan heb ik hier dus mijn la vol met andere parfum. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn 2 body sprays staan die ik in de kerstsale heb gekocht bij Lush. Hou ik allebei. Dan heb ik er hier zo de Juicy Pear Body Mist van de Body Shop. Heerlijk. En ik heb nog een hele oude. Ik denk toch dat die wel goed is. Deze Mango Body Mist. En deze heb ik jaren terug op een vakantie naar Griekenland gedragen. En die doet me dus daar nog steeds aan denken. Dus die wil ik ook graag houden. Hij is nog niet heel ver op. Dus alleen maar die vakantie gedragen. Maar die 2 hou ik in ieder geval. En dan komt nu eigenlijk het moeilijke deel. Ik heb hier dus een bakje in staan. Zoals je hier misschien kan zien. Met allemaal parfum. Niet netjes of whatever. Ik zie hier als eerste 3 geurtjes van Zoella. Zoella Body Mist zijn dit. Dat was een verpakking met 3 minis. Die heb ik toen gekregen van een PR-bureau. En ik herinner me dat ik ze allemaal lekker vond. Nee, die vind ik alle 3 gewoon lekker. Dus die 3 van Zoella blijven. En dan daarna. Ik heb hier bijvoorbeeld een neppe variant van Cool Water. Voor mij is dit echt. Ja. Nee, deze gaat weg. Ik heb hier nog een neppe Burberry. Ik heb zoveel neppe luchtjes. Dat wil je niet weten. Dat kocht ik als kind altijd. Zo van, oh mijn god, nu heb ik een Burberry luchtje. Weet je wel, zo kocht je het op vakantie of iets dergelijks. Maar ja, ze zijn niet eens lekker. Het was gewoon meer dat ik dacht, oh mijn god, dan heb ik iets van Burberry. Deze, volgens mij heb ik deze ooit gekocht bij de Kruidvat. Gewoon vanwege de verpakking. Ik weet niet eens meer hoe die ruikt. Ja. Niet boeiend. Die doe ik ook weg. Dan heb ik hier een mini. Die heb ik ooit gehad van Ellen volgens mij. Jimmy Choo Illicit Flower. Die vind ik wel lekker. Serieus nog nooit gebruikt. Ja. De verpakking plakt ook echt. En is helemaal vies. Dus die gaat maar gewoon weg. Een Eau de Toilette. Van Max blijkbaar. Ja. Gewoon lekker weg doen, Irina. Wat moet je ermee? Hier heb ik nog Beyoncé Heat. Ik heb er zelfs 2 van. Dit was dus vroeger echt mijn favoriete parfum. Ik ben wel benieuwd. Volgens mij. Ja, deze vind ik nog wel lekker. Dus dan hou ik hem. Alleen heb ik er 2 nodig. Deze is ook echt. We drijven hier gewoon stukjes in. Oké, deze gaat weg. En dan hou ik deze grote variant. Oh ja, deze heb ik vroeger ook nog gehad. Was dit niet in samenwerking met Avril Lavigne of iets dergelijks? Voor mij wel. Er zit ook echt zo'n ringetje bij. Ja, die gaat ook maar weg. Die vind ik ook niet heel boeiend of zo. Ik wil gewoon zo min mogelijk overhouden. Zodat ik gewoon parfums heb die ik daadwerkelijk draag. Want nu het staat echt al jaren te verstoffen. Dat vind ik ook zonde. Deze ook. Armani Code. Ook weer zo'n neppe. Ja, nee. Dit is echt zo. Dit is meer een soort wierookgeur. Ik had het altijd nog zo van. Oh, dit is een avondgeur. Niet dat ik het ooit heb gedragen. Deze vind ik wel nog steeds heel erg lekker volgens mij. Dit is de Be Delicate Eau de Parfum Natural Spray. Dit was echt zo'n appeltjesgeur. Ja, een beetje heel subtiel. Ik denk dat die ook maar weggaat. Playboy luchtje. Even kijken. Nee, ook niet echt boeiend. Ik heb niet eens een idee wat dit is. Het zegt al genoeg eigenlijk. Nee, oké. Jongens, echt. Volgens mij moet gewoon alles weg. Sex and the City by Night. Nee, ik heb sowieso niet zoveel met nachtgeurtjes. Ik weet niet. Geef me dan maar gewoon lekker een sensuelere geur, maar niet echt een zwaar parfum. Hier heb ik Christina Aguilera Royal Desire. Er zit echt nog maar zo'n laagje in, dus die gaat maar gewoon weg. En dan heb ik hier nog een aantal testertjes. Nou, die testers gebruik ik toch niet, dus die gaan gewoon weg.
En ik heb hier nog mijn Travelo. Dit heb ik vroeger wel gebruikt. Een Easy Paris XL Travelo. Waarin je dus voor vakantie zeg maar vanaf de onderkant zet je hem dan zeg maar zo op zo'n spuitflaconnetje. En dan kun je hem dus vullen. En dan heb je gewoon voor je vakantie parfum mee. In plaats van die zo'n grote flacon mee moet nemen. Dus die ga ik wel houden. En dan is mijn parfumstash aanzienlijk minder groot. Ik weet ook niet waarom ik een bakje er überhaupt nog voor heb dan. Maar goed, die laten we gewoon nog even lekker in de la. Ik hou dus in ieder geval mijn body sprays van Lush. Mijn body mists van The Body Shop. Die vind ik gewoon echt nog steeds heel erg lekker. Die drie geurtjes van Zoella moeten dan dus weer hierheen. Naked Heat. Waarom moet ik Naked Heat zeggen? Beyoncé Heat. En dus mijn Travelo. En dan de drie die bovenop stonden. En de rest gaat gewoon weg. Dat ruimt lekker op, moet ik zeggen. Het is alweer de volgende dag. En ik ben echt lekker bezig. Ik heb 2 video's gefilmd. En een deel van een video. Ik heb onder andere een shoplog gedaan met deze superleuke oorbellen. Maar die shoplog zien jullie van de week. Dus ik ga er verder dan niks over zeggen. Nu neem ik even pauze. Samen met deze lieve kat. En iets wat ik vanaf vandaag van plan ben om vol te gaan houden. Is het dragen van mijn Dr. Martens. Ik heb ze nu dus aangetrokken in huis. In de hoop dat ik ze eindelijk, nou weet ik veel, 4 jaar of zo. Want dan heb ik ze in 2016 toegekocht. Slash gekregen van mijn moeder. Dat ik ze nu eindelijk kan gaan inlopen. En eindelijk geen blaren kan krijgen. Dus ik dacht, ik ga gewoon in huis ze zoveel mogelijk dragen. Als ik achter mijn computer zit. Als ik rondloop in huis. Gewoon zodat ze langzaam naar mijn voet kunnen vormen of zo. Want ik had natuurlijk vorige week in mijn weekvlog mijn schoenenstash uitgezocht. En ik kreeg eigenlijk alleen maar reacties met hoe ik ze moest inlopen. Echt zo van gewoon volhouden, doorbijten, dat soort dingen. Want eigenlijk alle tips die jullie gaven heb ik al eens geprobeerd. Er zitten al inlegkruisjes in. Ik heb er al dikke sokken in gestopt in de hoop dat ze uitlopen. Ik heb al dikke sokken gedragen. Ik heb al dunne sokken gedragen. Ik heb ze al heel los gedragen. Ik heb ze al heel strak vastgetrokken met de veters. Niks werkt. Dus ik ga nu gewoon in huis proberen vol te houden. En proberen ze in te lopen. Zodat ik hopelijk als we straks echt weer uit deze lockdown zijn. Gewoon op mijn Doc Martens naar buiten kan. Want dat is gewoon een doel. En nu ga ik even lekker met de kat knuffelen. En dan ga ik weer aan de slag. Ik moet nog een paar productfoto's maken, namelijk vandaag. En dan is de werkdag er weer op. Ik heb echt wel een lekker productieve werkdag vandaag. Dat is echt top, want gisteren wilde het echt niet lukken. En maandag ook niet zo. Dus fijn dat het vandaag wel weer gaat. Alright, het is vrijdag. Het is zelfs 2:15. Ik heb vanochtend 3 video's gefilmd. Ik ben kapot moe. Ik heb namelijk 2 bikini- en badpak video's gefilmd. Dat betekent dat ik in en uit 12 bikinis heb weten te krijgen. Mijn stem begaf het halverwege bijna. En ik ben gewoon toe aan lekker weekend. Dus ik heb besloten dat ik nog eventjes wat mailtjes beantwoord. En daarna gewoon lekker weekend neem. Heb ik wel verdiend. Als je wat hoort op de achtergrond. De kat zit wat lekkere brokjes te eten. Maar ik kreeg ondertussen dat ik video's aan het filmen was. 2 pakketjes binnen die mijn moeder heeft aangepakt. Waarvan die van Omoda heb ik geen idee wat erin zit. Zoals jullie misschien wel weten heb ik een samenwerking met Omoda. En daarbij mag ik eens in dezelfde tijd schoenen uitkiezen. En soms sturen ze me dus zomaar iets op. Dat zijn dan meestal geen schoenen, maar iets anders. En ik heb al een klein beetje gespiekt net. Maar ik dacht, hoe leuk is het om nog even een unboxing te doen met jullie. Want Omoda stuurde mij dus deze als een soort van verrassing op vanwege de samenwerking. En dit is dus een Omoda hammam towel. Er zat ook een heel kaartje bij over hoe we de zomer thuis konden vieren en zo. Dat is ook echt wel een leuk kaartje. Daar kan Omoda alles wel goed. Summer, my second favorite S-word after shoes. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik word hier trouwens niet voor betaald of whatever om het te laten zien. Ik heb het wel gekregen, maar ik hoef hier in principe niks mee. Maar ik dacht, ik laat het even zien, want ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb hem nog niet uitgerold gehad. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur, moet ik zeggen. Maar het is dus een hammamdoek van Omoda. Er staat ook hier zo Omoda op. En verder, volgens mij, er staat ook echt nog een soort patroon op hier. Een soort bloemen of iets dergelijks, denk ik. Heel erg leuk. Die kan ik sowieso in mijn kamer wel kwijt. Want deze is qua kleuren helemaal iets voor mij. Dus die vind ik heel erg tof. En dan heb ik ook nog een pakketje binnen van ASOS.
Als je mijn video hebt gezien waarin mijn moeder mijn kleding kocht. De kat wordt even hyper daar achter de camera ineens. Oké. Dan heb je gezien dat ik een broek van haar had gekregen van ASOS eigen merk. Die heel erg leuk was en heel leuk stond. Maar ik had een maatje 44 gekregen die echt heel groot viel. Normaal gesproken heb ik wel een maatje 44. Maar ik kon er echt gewoon zwanger in worden. Dus ik heb hem nabesteld. Ik wilde eigenlijk een 42. Maar die was er niet meer. Dus ik heb nu een 40 besteld. Ik hoop dat die gaat passen. Het is dus deze. Die witte met het geruite patroon. Gewoon een hele simpele, lekkere, losse broek. Oké, deze ziet er aanzienlijk minder wijd uit. Maar de pijpen nog steeds. Dus als het goed is passen mijn benen er wel nog steeds in. Dus laten we gewoon even kijken of die past. Oké, de combinatie met dit shirt zou ik niet zo snel zo dragen. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar het shirt en dit niet hebben gelezen, dan zie je van de week in een video die online komt waar die vandaan komt. Maar de broek zit eigenlijk prima. Ik zal even het shirt eruit halen, zodat jullie het beter kunnen zien. Want nu zag je elke keer die vouwen van het shirt. Maar zo zit hij. Hij zit hier dus mooi aansluitend nu. En ja, gewoon prima. Ik was bang dat hij hier te strak zou gaan zitten. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi, want hij accentueert nu wel een beetje nog mijn heupen. En daarna valt hij gewoon lang en wijd. Het is dus een talcollectie culottebroek. Ik ben er heel erg blij mee, dus die blijft sowieso. Nu is het zondag en ik loop nog heerlijk rond in mijn pyjama. Ik zal er even lekker bij gaan zitten, want ik wil hier even lekker bij praten over Brownie. Zoals jullie weten, als je me langer volgt, heb ik een eigen paardje. Die aan het revalideren is van een peesblessure. Daar zijn we nu al bijna een jaar mee bezig. En ik krijg gewoon heel vaak vragen hoe het gaat en weet ik het wat. Nou, gisteren hebben we echt een super fijne stap gezet. Ik was met haar aan het rijden. Het ging echt gewoon. Ze liep gewoon echt super, zeg maar. We mochten stappen en drapen en zijn conditie aan het opbouwen. En ze liep zo goed dat ik dacht, weet je, we gaan gewoon proberen om een rondje te galopperen en kijken hoe dat gaat. Nou, ze was super braaf. Kijk, ze had er heel veel zin in natuurlijk na een jaar lang niet onder het zadel te hebben mogen galopperen. Of überhaupt veel te mogen galopperen. Want ze staat eigenlijk ook altijd op een plaatsje waar het niet lukt. Dus ze had er echt heel veel zin in. Maar ze luisterde wel nog gewoon en liet zich ook gewoon terugnemen en zo na een rondje. Naar de hand was ze helemaal blij met zichzelf. En na het rijden leek het ook gewoon nog goed te zijn met haar pees en zo. Die waren niet dik of wat warm of whatever. Dus mijn moeder is nu naar de Maleisië en ik hoop heel erg, met finger cross, dat het nu nog steeds goed gaat. Maar ik was gisteren zo blij en gewoon, ja, Brownie blij betekent ik blij. En dit was echt dat ik dacht van, dit is echt een topstap. En ja, eigenlijk gaat het dus echt super goed in de revalidatie. Mies zit echt zo naar me te kijken de hele tijd. Zo van, hallo Irina, ik wil aandacht. Maar Mies heeft eigenlijk een beetje pech. Sorry Mies. Zit hier zo. Hey. Sorry. Ik ga zo lekker in bad zitten. Het is de zondagochtend. Vandaar heb ik nog in mijn pyjama rondloop. I know. Maar ik ga lekker even in bad zitten. Ik wou namelijk deze Bath Bomb, de Temple of the Sky van Lush, lekker gaan testen. Dus die ga ik ook gelijk even op de foto zetten en zo. Zodat ik van de week het artikel daarover kan gaan schrijven. Maar ik wilde jullie gewoon even updaten over Brownie. En verder, vandaag wordt gewoon een heel erg lui dagje. Dus ik heb verder ook niks om te vloggen. Dus ik dacht, ik ga de weekvlog hierbij gewoon afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren als je hier nieuw bent. En ja, zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!